Hallo, ik ben Lilian Tan van MBO MediaWijs. Ik werk op het ROC van Amsterdam en ik ga jullie uitleggen hoe je een video maakt met behulp van Canva. Oké, als je ingelogd bent op Canva, dan kun je naar de video. En dan zie je dat je hier gebruik kunt maken van een leeg scherm, maar je kunt ook gebruik maken van een aantal schablonen. Nou, ik laat jullie nu zien als je een schabloon kiest, wat je daarin kunt aanpassen. Je kunt ervoor kiezen om al deze elementen te behouden, maar bijvoorbeeld alleen de tekst te wijzigen. Je dubbelklikt daarvoor op de tekst en je zet bijvoorbeeld hierin video. Want ik wil jullie een video laten zien. De ondertiteling verander ik ook weer door erop te klikken. Dubbelklik en bijvoorbeeld met Canva. Zoals je hier ziet, duurt dit scherm 5 seconden. Dit kun je wisselen. Je kunt het langer doen of juist korter, want het is alleen maar eigenlijk de voorpagina. Om te controleren hoe deze slide eruit ziet. Maak je het scherm groot en dan zie je hoe dit in beeld verschijnt. En dat duurt ongeveer 4 seconden. Je kunt zo nog meer dia's toevoegen, bijvoorbeeld deze. En die heeft er dan meerdere die je hierbij kan zetten. Maar ik laat jullie nu even zien hoe je een lege pagina kunt vullen. Je klikt hier op het plusje. En dan kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld je eigen tekst erin te zetten. Hierin zie je bijvoorbeeld een titel. Om daar de tekst weer van te wijzigen is bijvoorbeeld instructie. Nou, dit is wel heel klein voor een titel, dus ik ga naar tekengrootte. En ik kies hier bijvoorbeeld voor 80. Goed, wil je hier een mooi kleurtje van maken? En ik vind het ook wat netter om er even een hoofdletter van te maken. Instructie, dat kan ook. En je selecteert het hele woord. En hier kun je een kleur kiezen. Bijvoorbeeld paars. En misschien vind je het ook nog leuk om een effect, een schaduw. Nog een tekst wat toevoegen kan, bijvoorbeeld een ondertitel, een subtitel te maken. Dan haal je hem naar beneden. Dan heb je de teksten erin gezet. Deze kun je nog meer effecten geven door bijvoorbeeld hier op het animatie te klikken en zeggen van nou, ik wil die eerste, wil ik vervagend en de ondertitel wil ik als een pulsatie. Maar niet alleen teksten wil ik op mijn dia hebben, op mijn pagina, maar ik wil ook een elementje toevoegen. En ik kan hier in de zoekbalk kiezen voor iets wat met bijvoorbeeld instructie te maken heeft. Dan kijk ik. Illustratie te hebben en kies ik bijvoorbeeld voor deze. Nou, die komt er dan middenop. Die wil ik wat kleiner en ik wil hem hier rechts boven slepen. Ik ga ook weer eventjes kijken van nou, wat voor een animatie zou ik daarbij willen hebben. Ik wil graag dat die omhoog beweegt. Nou, nog een elementje erbij. Ja, we hebben te maken hier met onderwijs. Maar ik vind het dan ook wel leuk als daar een fotootje bij staat. Dus kan ik hier kiezen uit een foto. Goed, ik wil zien hoe deze slide eruit ziet. Ik vergroot weer even mijn scherm. En ik krijg de tweede te zien. Nou, deze slide is natuurlijk wel heel onrustig, maar het is vooral om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. En dat is ook mijn advies om te kijken van speel ermee en probeer van alles uit. Ik maak hem weer even klein.
sluit ik deze weer even af. Als je deze video ook nog van instructies wil voorzien, dus door de tekst erbij te voegen, dan kun je bij upload hiervoor kiezen om jezelf op te nemen. Dan kom je in de studio terecht en zie je jezelf ook in beeld en kun je op deze knop klikken om jezelf op te nemen. Mocht je er nog even een filter over jezelf heen willen gooien, dan zijn hier heel veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld in het zwart-wit kun je voor kiezen en nou ja, nog meer hele dynamische plaatjes. En hierin kun je de tekst opnemen en ook weer opslaan. Wil je dat niet, dan kun je ook weer heel eenvoudig de studio verlaten. Wanneer je denkt, dit is het, dit is helemaal klaar, kun je de video opslaan. Dat doe je door hier op delen te klikken. Dan klik je op downloaden. Hier krijg je de mogelijkheden. Hij heeft voorgesteld om het als mp4 video, want het is natuurlijk een videootje. Daar klik je op. Dan klik je op downloaden. Nou, hier rechtsonder in zie je dat hij bezig is om te downloaden. Hier kun je hem weer openen, je videobestand. En daar is hij dan. Ja, dat was hem dan. Ik hoop dat jullie veel plezier hebben met het maken van video's via Canva. En ik zou vooral zeggen, probeer van alles eruit. Het is een heleboel mogelijk.